Oh, ja, nee, Tom is thuis. Zij loopt hier in haar onderbroek gewoon. Beetje simpel. Ah, oh, dat vind ik wel leuk hoor. Oh nee, ja. Oh nee, tuurlijk. Ja, ga lekker samen in de wc praten terwijl die aan het pissen is. Yo, mensen van Scatter Games. Vandaag gaan we verder met de Sims 4. De vorige keer heeft Brian voor de eerste keer seks gehad. Zijn eerste zoen gehad. En hij is nu voor de tweede keer bezig. En althans dat zij bezig zijn, zitten wij lekker onze hersenen te eten van een dag oud. Dus ja, waarom ook niet? Dus we zijn aan het eten. Wanneer moeten we werken? We moeten morgen ook werken. En daarna hebben we een weekend vrij. En wat moet Brian doen? Hij moet morgen. Zijn weekend is net voorbij. Oké, dus Brian heeft niet veel tijd. Maar ik wel. Dus wat ik ga doen is. Oh, what the fuck, ik hoorde het bed in één keer kraken. Oké. Dus, oh, ze zijn wakker. Ik ga even hun fixen hoor. Ja, ga voor de rest maar even jij. Oh my god, ga die even schoonmaken. Nou, even pissen. En ga daarna even zitten. Ja, doe dat maar. Oh, ja, nee, Tom is thuis. Zij loopt hier in haar onderbroek gewoon. Beetje simpel. Ah, oh, dat vind ik wel leuk hoor. Zo, die is aan het gamen. Dat is, die gaat zijn level game omhoog doen. Oh ja, kijk mij maar hoe ik. Oh nee, ja. Oh nee, tuurlijk. Ja, ga lekker samen in de wc praten terwijl die aan het pissen is. Dat doe je natuurlijk als een date. Kan je ook samen douchen? Nee, je kan niet samen douchen. Oh, wacht. Nee. Zo dan. Koude douchen. Nee, jammer. Je kan niet samen douchen. Dat zou echt helemaal fucked up zijn als je samen kon douchen. Kom je vragen of je erbij komt zitten? Vrijen. Oké. Dan gaan ze lekker vrijen, toch? En wat is dat precies? Hoe wordt dat in de Sims gedaan? Dat is het. Oké, nou, terwijl die bezig zijn, zit ik. Wat zit ik te spelen? What the fuck? Oké, what the fuck was ik aan het doen? Ik zat zo en ik zag ineens dit zo. Dat is niet goed, Tom. Je bent toch niet aan het fappen, hoop ik, hè? Tenminste, het is niet goed als je op dit fapt. Ik bedoel, dat is niet echt. Nee. Ik weet dat je depressief bent, je hebt geen vriendin, I know, maar dat gaan we fixen als je weekend hebt. Je hoeft maar één dag te werken. There's nothing on the hand. Dat is een Nederlandse uitspraak in het Engels. Dat klinkt gewoon niet, I know. Maar oké, boeien. Oké, hoe is het met Brian? Hij voelt zich nog heel flirterig. Dat kan ik begrijpen. Wat is dit? Zinnenprikkelende plagerij. Oké. Hij heeft honger. Laten we gaan koken in onze onderbroek. Laten we even kleren aandoen. Misschien handig. Diner serveren. Vistaco's. Oh, dat is zo lekker. Afspraakje voltooid. Medaille voor brons verdiend. We hebben een bronzen medaille voor een afspraakje. Beloning. Het was een afspraakje, maar niet het meest succesvolle. Als troostprijs is er een boek in de huisinventaris van je sim gelegd. Oh, daar krijg je dus gewoon een prijs voor. Oké. En waarom de fuck leg jij dat sapje? Je gaat wat gezegd is, doei. Oké. Ze is weg. Dat is kut. Nou ja, oké, dan niet, hè. Weet je, we gooien lekker alles hier weg, want I don't fucking care. En Brian, ga nou eens dat fucking... Heb ik nou bij Tom gedaan? Nee. Hier, ga jij eens even dinner serveren, vistaco's. Het is 10 uur 's avonds. I don't fucking care. Je bent heel flirterig, je bent heel geil, I know. Maar ja, weet je, je hebt net twee keer binnen een half uur seks gehad. Dus ja, dat snap ik. Hoe kan een man zo snel opladen, weet je? Dat snap ik niet. Ik wou dat ik dat kon. Wat? Nee. Oké, laten we even goed doorgaan met het spel. Oké, Tom, jij bent klaar. Jij moet niks eten, jij moet slapen, want je moet morgen werken. Dus jij gaat pitten. En Brian, die heeft wel een beetje honger, die gaat even een portie pakken. En je mag daarna slapen, Brian, I know. Zo, bak maar een portie. Lekkere vistacos, die doen we gewoon in de koelkast, want ja. I don't fucking care. Nou, eet je vistaco op. What the fuck was dat? Zo, en gaan we lekker pitten. Welterusten, guys. Wauw, wat een part was dat, zeg de vorige. Holy shit. Die Brian, jongen. Die Brian heeft gewoon in de vijfde part al fucking seks gehad. Ik ben trots op je, man. Waarom staat dit in zijn kamer? Waarom staat hier een sapje? Dan gooi die eens even weg. En gooi dat bord ook eens even weg, godverdamme. Zo. Lekker schoon huis. En what the fuck happened here? Is de fucking wc kapot, serieus? Oncreatief gevoel, door karakter, eigenschap, creatief. Dan word je toch creatief, joh. Goedemorgen, slaapkop. Je moet snel, je moet binnen heel snel eten, dus... Laten wij snel even een portie... eieren op toast pakken. En daarna ga je even pissen. Vervangen, I don't fucking care. Gebruiken. Zo, weer €182 weg. Fuck. Zo, eet even snel. Brian die is nog aan het pitten. Oh, what the fuck? Brian hoeft pas om 5 uur te werken. En die moet om 11 uur thuis zijn. Wat een chille tijd om te werken, man. Like, chill. Nice. Zou ik ook wel willen. Toen moet al ongeveer over een uur aan het werk. I know. Eet snel je fucking eten op.
Want je moet pissen. Kom op, Tom. Hoe lang doe je over eten, man? Ja, lekker pissen. Oh, oké. Okay, Brian is wakker. Oh, fuck. Bel de politie. Opruimen. Opruimen. Ja. Leg die vuilnis niet op de grond. Oh my god. Oké, okay, Tom moet werken. Later. Oké. Okay, en Brian is lekker aan het schoonmaken. Want die heeft toch pas heel laat naar zijn werk. Gaat even pissen. Gaat even douchen. En daarna gaat hij even lekker een... openen. Gaat hij even lekker een... vis taco nemen. Fuck yeah. Dat is super lekker. Tenminste, dat hoop ik. Mij lijkt het wel heel lekker, een vis tacootje. Ja, ander was je. Lekker douchen. Dat vind je leuk. Zo, en dan... nou ja. Zo, ja, inderdaad. Wat moet hij trouwens voor een promotie hebben? Nog niks. Oh, niveau 2 van de gitaar of 4... Gitaar spelen? Moet hij dat hebben? Oh, dan kopen we toch een gitaar voor hem, joh. Zeg dat dan. Hebben we een gitaar? Ergens. Waar vinden we een gitaar? Bij deze soort dingen. Hobby's en vaardigheden, ja. Kijk, we hebben een viool of een gitaar. Nou, ik hou niet echt veel van viool, dus we kopen gewoon lekker een gitaar. En die droppen we in zijn kamer. Hero. Heel mooi. Of zullen we die in de woonkamer zetten? Staat wel mooi. Alleen waar. Oh, we zetten hem wel... Oh, Hero is wel een mooie plek. Hier, kijk. Heb je hem daar zo staan? Hier in... Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is mooi. Ja, mooi. Ja, dat is wel een goede toevoeging. Oké. Okay. Brian is aan het eten. En die moet even sneller eten. En dan kan je nog even wat gitaar spelen. Voordat je naar je werk gaat. Ja, ruim het even op snel. Misschien heel efficiënt. Oh nee, niet daar naartoe gaan. Je gaat oefenen. Fuck yeah. Oké, okay, ga jij maar eens even gitaar spelen. Wat kan je spelen? Nee, Brian, je kan nog niet echt goed gitaar spelen. Nou ja, weet je, dat moet je oefenen. I get it. Gelukkig hoef je pas om 5 uur te werken, dus je hebt tijd zat om dat nog even te oefenen. Maar ja, om promotie te halen, moet je dus level 2 zijn met gitaar spelen. Wat moet Tom eigenlijk hebben om volgende te promotie te halen? Niveau 2 van bereik programmeervaardigheid. Oh, die hebben we al. Kijk, dat is goed. Dat is zeker goed. Oké, hoe gaat het met Brian? Hij is bijna level 1. Fuck yeah. Tenminste, of is hij al level 1? Oh, hij is al... Oh, hij wordt level 2 al. Oh, nice. Dan kunnen we misschien meteen een promotie maken. Oh, hij is al level 2. Fuck yeah. Nou, dat hebben we ook weer gefixt. Wat heeft hij? Charisma, game level 1, gitaar... De emoties van... Wat is er? Door laag hygiëne? Waarom? Waarom is hij ineens zo smerig? What the fuck, hij ziet er helemaal vies uit. What the fuck heeft hij gedaan, hè? Huh? Je wordt toch niet vies van gitaar spelen, man? Gelukkig hebben we nog tijd om even te douchen. Ja, oké. Okay. Ik heb een baan. Ja, nou, ik weet hoe dat werkt. Oh, gast. Fuck off met die tips. En ik weet dat je dat niet kan uitzetten. Of tenminste, ik weet niet waar, dus... Nou. Je moet over een uur aan het werk, dus je gaat maar lekker doen wat je wil. Op mijn PC gamen, wat denk jij wel, gast? Ongelooflijk, jongen. Serieus, moet hij werken als ik thuis kom? Zit ik nu te denken. Ja. Hey, geen dutje doen. Gaan we naar je werk. Zo, naar je werk toe. Zo, die zijn allebei aan het werk. En wanneer kom ik thuis? Oh, daar. Oké, okay, 2 uurtjes later. Oké. Okay. Kunnen we op wachten. En ik stink. Dat is niet chill. Zo, $342 sim-dollar verdiend. En gaat dit goed? Ja, dit gaat zeker goed. Oké, okay, nice. Ga maar even douchen, Tom. Je stinkt. Ga daarna even maar pissen. Ga daarna... Wat moet je daarna doen? Is er wat bedorven? En stop met... Oh, die kwaliteit is uitstekend. Dus dan eten we die wel. Dat is goed voor je. En dan ja, mag je wel weer wat... programmeren. Programmeren oefenen. Doe dat wel. Doe dat maar. Maak je jezelf nuttig. Want Brian is toch pas laat thuis. Dus ja. Hij voelt zich prima. Oké. Okay, helemaal goed. Helemaal goed. No problem at all. Maak je ook dat al stuk, jongen. Hier, $60 vervangen. I don't fucking care. Is je herfst laten lekker, Tom? Ik hoop het voor je, want je krijgt geen nieuwe. Ja, sorry. Ja, dat zijn de regels nou eenmaal, hè. Oké. Okay. Was nou gewoon je bordje op, man. Oh, zo slecht, hè. Oké. Okay.
Welke levels heb je? Wat voor ervaringen? Level 4 programmeren, level 4 gamen, level 1 comedy en level 1 charisma. Charisma, of hoe je dat ook uitspreekt. Oké, okay, dat is netjes. Oh, wat heeft hij? Hij voelt zich speels zeker, ja. Hij heeft ook nog eens geweldig werk geleverd. Dat is zeker nice. Oké, okay, nice. Kijk, dit gaat zeker goed. Oké, okay, wat moet je doen? Jij moet pissen. I know. Dat hoef ik niet te weten. Fuck off. En dan moet hij even wat eten. Openen. Doe maar die uitstekende herfstsalade. En dat vind je lekker. En daarna mag je wel gaan slapen, denk ik. Denk het wel. En hoe is het met Tom? Hij heeft niet zo heel veel plezier. Dus hij gaat nog even... Hij gaat nog even gamen. Game spelen. My Sims Go spelen. Geen idee wat dat is. Dat is dat spel. Oké. Okay. Even kijken. Maar wat is Brian aan het doen? Oké, okay, die is nog zijn herfstsalade aan het eten. Het is 12:30. Is het al donker? Ja, het is al donker. Oké. Okay. Het leek net alsof het niet donker was. Oké, okay, Tom. Je hebt genoeg plezier. Ga nu pitten. Want anders kom je helemaal in je pet niet uit. Zo, Brian kan ook pitten. Mooi. Ruim nou verdomme je fucking bordje op. Pist. Oh my god. Oké. Okay. Oh, kijk. Wat slapen ze toch lief. Ah, cuties. Ah, wat lief. Oké, okay, wie wordt er als eerste wakker? Ik denk Brian. Brian heeft meer energie, maar hij ging toch later naar bed. Wat? Oh, toch word ik eerder wakker. Oké. Okay. Logic. Openen. Ik wil graag een eier op toast. Vind ik wel lekker. Even kijken. En wat heb je nog meer nodig? Je hoeft alleen maar even te pissen en dan kan je daarna werken. Oké, okay, nee, prima. En eet even snel je broodje op, want ik heb niet de hele dag de tijd, snap je? Je eet zo langzaam. Zit niet de hele tijd stil. Je moet sneller eten. En hoe is het met Brian? Hij is diep in slaap. Door te slapen. Zzz. Aan het slapen. Plus 10.000. Holy shit. Dus hij voelt zich wel heel goed. Ik zit nu wel dom te doen. Maar fucking Tom is vrij. Het is weekend. Alleen Brian moet werken. Oké. Okay. Daar had ik even niet op gerekend. Nou ja, alsnog. Is tenminste een beetje... Wakker openen. Ja, eier op toast. Nee. Nee, eier op... Nee. Ik ga die eier op toast eten. Niet in je inventaris plaatsen. Wie belt me nou weer? Wie wordt er gebeld? Wordt iemand gebeld? Ik weet alleen niet wie. Brian wordt gebeld. Door wie? Neem op. Oké, wat gaat Tom doen? Je gaat op websurf... Nee, jij gaat even je programmeren oefenen. Jij gaat game modificeren. Jij gaat de My Sims Go modificeren. Misschien is dat wel handig. Ik weet niet. Dat kan van te pas komen. En dan, als Brian aan het werk is, gaan wij lekker uit. En dan gaan een vriendin voor je zoeken, man. Vind ik wel gemakkelijk. Want je bent morgen ook vrij, dus je kan lekker laat naar bed. Als je niet uitgerust te zijn, weet je, I don't care. Ik bedoel, het is, ja. Oké. Okay. Wat is Brian? Wat de fuck is hij aan het doen? Oh, naar huis gaan. Huh? Oh, hij was buiten, blijkbaar. Ga maar even pissen. Ga even je handen wassen. Dan ga je hygiëne ook nog een beetje omhoog. Oh, hij heeft poezel. Hij heeft pas te werken over, ik weet niet hoe laat. Een paar uur. Nou, ga maar even lekker naar sport kijken, want dan word je heel geconcentreerd of creatief of zo van. Ik weet niet meer. Of speels of iets in die richting. Hij wordt er iets van. En Tom is bijna level 5 om programmeren. Dat is super chill, want dat is misschien handig om te hebben. Ja. Gaat goed met je, Tom. Hoe is het met jou? Goed, oké, okay, mooi, met mij ook. We zijn hetzelfde, snap je dus. Ha, snap je die link? Nee, ik snap hem ook niet. Maar in ieder geval, de volgende part. Gaan we kijken of Tom ook een vriendin kan vinden. Of Brian misschien promotie haalt. Of er misschien een brand komt. We weten het niet. We gaan de volgende part zien. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer.